Het is inmiddels tweede kerstdag. We hebben gisteren niet heel veel gefilmd, maar vandaag gaan we weer meer filmen. Gisteren zijn wij samen op buitenrit geweest, samen met mijn vader. En wij zijn onderweg naar de manege. We gaan de paarden dressuren vandaag. Mijn Blommie had opstaan en ik ga zo rijden. Nou, voor Roon is er helemaal klaar voor, denk ik. Zappertje. Roon, ga je mee? Gaan we wat doen. En ook Blommie ziet er zeer uitgeslapen uit. Not. Ging het? Goed, zegt ze. Ja, het is heel stijf. Dus dat ging niet heel makkelijk. Maar het ging goed. Zullen we maar in de molen uit laten stappen? Okay. We gaan vanavond nog eventjes paardjes in de molen zetten. Nu gaan we lekker kerst vieren. En dan zien we jullie morgen. Dinsdag vandaag. En we gaan met de trailer naar, weet ik niet meer, in ieder geval springles van Bianca. We hebben er veel zin in. Ik ga even controleren of Tess alles in de zadelkamer gedaan heeft. Want ik heb er weinig zin in om daar te komen. En dat ze dan geen les kan krijgen omdat ze iets vergeten is. Dus we checken het even zadel. Ik voel geen singel. Onder het dekje hebben we een singel. Die mag wel schoongemaakt worden. Dekje. Nog een dekje. Hier hebben we een hoofdstel. Laarzen. Cap. Ja, cap. Eigenlijk moet je nog iets poetstas. Eigenlijk moet je nog iets van snoepjes. Heb je snoepjes? Heb je helemaal geen snoepjes meer? Misschien een peentje? Peentjes gaan we nog even pakken. De binnendeur. Het is koud. Het is heel koud. Oh, Blondie, wat doe je? En ik ben samen met Blondie hier. Inmiddels in de Zuid-Brabant. In Oosteind of zo. Ik weet eigenlijk niet. We waren bijna de beugels vergeten, maar gelukkig kwam mama erachter dat we die ook nog mee moesten nemen. Dus ik ga haar nu verder opzadelen. Zij is wel ouder, meer ervaring. Die loopt M, die van jou loopt nog geen BB. Ah, telt al een beetje als een BB, denk ik, daar bij Chardon, of niet? 50-60 heeft ze gesprongen. Ja, dat is een BB. Iets BB min, maar... Het is een D-pony, hè? Ja, net als 80 is B. Nee, 70. Dat je niet met je sporen aan het drukken bent. Okay. Druk op je beugels houden, niet je benen optrekken. Druk op je beugels houden. Want net dan zit je een klein beetje zo met je hakken wat omhoog en dan druk je hem eigenlijk net te veel aan met je spoortje. En dan krijg je natuurlijk een beetje van dat hij wat een beetje doods aan het been wordt. Hè? Als je naar beneden kijkt. Zo, niet zo. Ja. Als je dat zo doet, ga je met je lichaam draaien en dan voelt jouw pony ook geen scheef zitten. Goed, weer lekker doorstappen, teugels een tikje korter, dat je handen mooi voor je kunt houden. Als jij een redactie krijgt, dan rechtsom ook gebeurt, maar dan doe jij zo naar beneden kijken. Nee, dat vaak heb je in de gaten dat je dat doet. Nee, dat is gewoon, dan komt een beetje, dan ga je ontspannen. En dan denk je, ja, dat zit eigenlijk wel lekker. Hoeveel mensen lesgeven ook, hè, van zo'n les te doen. Alleen dan maak je het zelf een stijlte grond. Ja. Alleen wil je op je pony zitten, zeg dat doet, dan gaat door in je hele lichaam. Handen niet te breed zetten. Hè? En dan als hij nageeft, als je voelt dat hij dus iets ontspant achter de kaak. Handen ietsjes ontspannen. Dus zeg maar, hè, 5 gram of 10 gram ontspannen in je hand. Opletten met het aandraven, en dan kijk je ook naar beneden en de eerste pas dat jij gaat licht draaien, val je dan een beetje naar voren en dan komt ben je naar beneden kijken. Dus nog eens een keer terug een stap. Terug stappen, ja, lang maken en dan als je aandraaft, eerste pasje dat je licht draait, kijk je echt naar voren en dan check dan of je het goede been hebt. Maak jezelf lang, kijk niet te veel naar beneden. En weer een sluit. Goed. En rij op stappen. Een beetje belonen. Rust, rust.
vinden een kikker. Ja, en zo springt hij bijna zo pot de vier beentjes tegelijk. Omdat hij eigenlijk de ruimte niet meer heeft om, zeg maar, fijn het voorbeen van de grond af te brengen. Dus dan krijg je zo'n laatste was zo'n hertenhupje, zo'n kikkersprong. Ja? Dus dan kom je iets dicht. Als jij ineens voelt dat hij zo heel ver weg springt, dan kwam hij groot. Dus gaan we nog eens keer kijken. Tellen was goed, dat doen we gewoon weer. Ja? Maar nou gaan we ook eens proberen te voelen hoe jouw afstanden zijn. Hoor je fluisteren? Oh, je sterkste. Hey. Ontspannen ze. En handen mee op de sprong. Hè? Stappen. Opletten dat je genoeg mee bent op de sprong. Ja? Ook zo tussendoor. Je moet proberen iets meer op je paard te zitten. Iets meer middel ontspannen. Want je hebt een beetje de neiging. Dat was net helemaal niet met het dressuurrijden. Maar nou gaan we springen. En dan zie ik jou toch een beetje strak worden in je lichaam. Dat voelt hij natuurlijk ook, zij. Ja? En dan krijg je natuurlijk spanning omdat je gaat springen. Ja? Proberen ontspannen te zitten. Zo normaal, die kent je. Goed zo. Kijk je naar de volgende. Mooi iets opsluiten. En doorgaan. Pik je hier aan. Dat mag je niet doen door het laatst. Nu nog maar een keer in de drie springen. Hand niet daar, niet daar, niet daar. Goed. Je mag zitten. Netjes. Heel goed hoor. Ga maar door, ga maar door, ga maar door. Blijf galopperen, mooi de ritme houden. De momenten dat je niet naar de hindernis toe reist, kijk, het heeft totaal geen zin om, als je daar naar die blauwe wil, om hier al drukker op te gaan zetten. Ja. Hij heeft, omdat hij een jonge pony is, nog een klein beetje druk van jouw onderbeen nodig om ook zeker naar voren te blijven. Want hij ziet nog ooit iets en dan wil hij een keer weigeren. Maar probeer dat uit je onderbeen te halen. En dan mag je voor mij echt wel iets achterover zitten. Van, misschien weigert hij, dan leek ik er in ieder geval niet af. Ja? Maar probeer je onderbenen aan te houden. Als jij gespannen gaat zitten, dan ga je waarschijnlijk met je knieën knijpen. Dan ga je onderbenen eraf. Dan ga je eerder weigeren. Ja. Dat is logisch, hè? Maar je geeft dan geen been. Ja. En als jij met je knieën knijpt, druk jij het zadel tegen de schouders aan. Dan ben je eigenlijk een soort van een rem. Ja? Dus probeer dat, die spanning, om te zetten in, eigenlijk in vechtlust. Dus dat je zegt, ja, ik vind het spannend, misschien weigert hij, dan kan ik eraf vallen. Dat je dan zegt, ja, maar ik wil niet dat hij weigert, ik wil hem niet afvallen. Ik ga zitten en ik druk juist mijn onderbeen. Ja. Ja? Nog iets? Nee, dat denk ik niet. Oké. Goed zo. Graag gedaan. Ik heb net springles gehad en dat ging echt heel erg goed. Ja? We hebben weer wat dingetjes waar we aan kunnen werken. Dus dat is ook altijd weer goed. Ja? Weer elkaar niet op te zeggen, behalve dat het heel erg goed ging. Het is vroeg, het is heel vroeg, want mama had een afspraak en dan moet ik mee om dingen te doen. En ik ga nu Corona logeren. Vroontje is weer braaf geweest. Nog eens nu even lekker even haar ding doen voor 5 minuutjes. En dan zijn we weer klaar, Roontje. Ja. Yeah. Ik heb nog even met Jolie gespeeld. En nu is het weer tijd om naar huis te gaan. We zijn alweer bijna thuis. Wij hebben het voorjaar in het huis gehaald. Dus daarachter zie je plantjes.
Het is vandaag 1 januari, dus super. Allemaal gelukkig nieuwjaar! Yay! En de beste wensen, zei je toen, zeg ja, de beste wensen, veel gezondheid en geluk dit jaar. Vooral gezondheid. Wij zijn vandaag wel op stal geweest, maar Tess heeft niet gefilmd. En ik ook niet. Jawel, ik heb één stukje. Galopperende Verona. Oh, nou kijk, ik dacht, moeder zit in de kantine. Moeders, die is aan het praten, dus moeders, die gaat ik wel even filmen. Nee, daar heeft ze het niet over gehad en dat hebben we helemaal niet afgesproken. Maar maakt niet uit. Bedankt voor het kijken naar deze week vlog. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal als je toch bezig bent. Klik op een belletje. Een belletje leuk in Zuid-Duitsland. Ja. Ja. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei.